arms that once held you all ready to fight. Yo mensen, welkom terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video spelen we Call of Duty Black Ops 3. Dit is een live commentary, want mijn handen, ik doe dat zo. Ja, nee. Dit is dus geen live commentary. Ik heb een gameplay opgenomen en wat geknipt. Ik heb erin geknipt, omdat ik mijn internet... ik weet dat niet, mijn internet deed heel raar met de BO3 servers en ik kwam af en toe eens in beeld. Connection interrupted, maar dat is. En ik ga gewoon mijn mening geven over Call of Duty Black Ops 3. Ik ging hier net dood trouwens, maar ja, dat maakt niet uit. Wat ik al sowieso al echt heel cool vind, echt het coolste, dat je onder water kunt zwemmen. Hoe fucking vet is het? Trouw, moet het nog komen of moet het nog komen? Ik heb ergens een kill onder water gemaakt. Super leuk. Is het misschien hier? Nee, het is al geweest. Echt super cool. Ik had ook een... ik heb ook nu Special Assist, maar dat is er altijd al geweest, denk ik. Maar dit is ook effectief de eerste Call of Duty die ik op de PC speel. Want ik heb nog nooit veel Call of Duty's gespeeld. Maar MW3 heb ik bij een vriend gedaan. En Black Ops 2 heb ik een tijd gespeeld op de PS3. En dit is gewoon serieus de eerste COD die ik op PC heb gespeeld. Pardon. En ik moet zeggen, het spel is echt tof. Maar ik moet wel zeggen, het is wel moeilijk. Wat ik eigenlijk ook wel een beetje kut vind, want als je Call of Duty Black Ops 2 niet echt hebt gespeeld, dan zeg je in dit spel een beetje geneukt. Want al die andere mensen, de meeste van Black Ops 3, hebben Black Ops 2 wel gespeeld. En die weten hoe het in elkaar zit. En die weten alle plekjes. En die killen iedereen af. Maar voor de mensen die nog nooit Black Ops series hebben gespeeld, die zijn zeg maar een beetje, ja, gefokt eigenlijk. Want zonder echt Black Ops 2 gespeeld te kunnen hebben, is best moeilijk om echt goede scores te halen in het spel. Het is mogelijk, maar het is wel moeilijk. Nou, ik moet wel zeggen, wallrun is ook super vet. Ja, wie heeft dat nooit kunnen doen? Alleen, soms bukt het wel. En ik vind het ook jammer dat je niet in zoveel maps kunt zwemmen. Maar ja, Black Ops 3 moet natuurlijk niet de helft zwemmen zijn. Het zou een beetje stom zijn. Maar ik vind het spel echt super chill spelen. Het speelt goed. Het is wel veel moeilijker als Black Ops 2 en Black Ops 1. Of ja, Black Ops 1 weet ik niet, maar het is wel moeilijker als Black Ops 2. Want deze keer is, moet ik zeggen, het verschil tussen de wapens niet zo groot. Het is allemaal nu wat meer gelijk, zal ik zeggen. En Black Ops 2 was dat niet. Als jij niet waard en al die anderen die al super hoog leveld zijn, ja, die knallen iedereen af en jij met je brolwapen, dat begon, ja. Maar hier is dat dus gewoon niet. Het is natuurlijk ook nog altijd een beta en geen early access. En ja, het speelt gewoon chill. Het is een mooi speltje. Niet iedereen heeft er vertrouwen in. Het futuristische deel, ja, dat vind ik dan, ja, oké. En het jumpen, dat moest er niet meer bij voor mij eigenlijk. Maar het klopt dan eigenlijk dan wel natuurlijk met wallrunnen en zwemmen dat je kunt doen. Of ja, zwemmen is eigenlijk niet zo speciaal, maar dan met wallrunnen. En ja, dat is, ja, oké, ik vind het gewoon cool. Ik vind het echt een tof spel. Ik heb genoten van de beta, hij is ondertussen nog bezig. De video dat jullie dit zien, woensdag, ben ik net ongeveer 3 uur terug van thuis. Gewoon 3 uur terug van huis, want vanavond is de eerste aflevering van thuis. Ik weet niet hoe ik dat zeg, maar ik zeg het, ja. En ja, dat is gewoon super chill. En ik denk dat ik gewoon deze video ga afsluiten, want ik heb niet zoveel te zeggen over Black Ops 3. Het is gewoon een chill spel. Het speelt lekker. En ja, dus vond deze video leuk, was het een blauw duimpje. Abonneer. Ik zie je de volgende keer. En de volgende keer meer.